mother. Oh, yeah. Oh, whoa. Damn. Whoa. I'm living the badass life, man. Hey, Ik heb mijn favoriete pet op, ik heb mijn favoriete trui aan. You ain't got nothing on me, man. Ik woon dus net hier en ik heb buren. Volgens mij weten ze nog niet precies allemaal wat ik doe en hoe mijn leven eruit ziet. En het is inmiddels, zeg maar, nu 8:30. Ik moet even kijken of er geen klok achter me hangt, omdat ik lieg. Het is volgens mij al 8:45, maar ik dacht, ik doe even wat vroeger. Want... maar mijn buren weten gewoon nog niet wat ik doe. Als ze mij om 8:30 keihard horen praten in mijn woonkamer, dan denk ik dat ze allemaal luisteren. Hé, wat de fuck is deze mafkees aan het doen, joh? Yeah. Mocht jullie een neef vroeger nog niet hebben gecheckt van Joost, gaat dan checken in de beschrijving. Ik ga het ongeveer zo. Ik voel me een neef vroeger in hier. What up mensen, mijn naam is Calvin en ik ben hier weer vandaag speciaal voor jullie voor het hele spannende jaar, spannend. Voor de mensen die het nog niet wisten, ik heb geen broek aan. Dag 723, Kelvin Boema is hier in zijn nieuwe huis, heeft nog steeds geen internet en trekt zijn hele bundel leeg. Ik moet jullie wat vertellen. Jongens, ik weet, dit is een serieuze video. Ik mag dan wel geen broek aan hebben, maar ik ben wel een serieuze jongen. Kijk dit gezicht. Ik heb natuurlijk al een hele tijd verkering met Nina. Dat was eigenlijk mijn grote liefde. Zij is hier vandaag helaas niet. En dat heeft een reden. Ik zou namelijk met haar gaan samenwonen. Maar ik weet niet precies hoe ik dit moet zeggen. Nina en ik zouden gaan samenwonen. En dat gaat dus niet meer gebeuren. Het lijkt erop dat dat niet meer gaat gebeuren. Het lijkt er ook op dat we elkaar nooit meer weer zullen zien. Er zijn namelijk dingen gebeurd. Ik kan er niet te veel over zeggen. Maar wat ik wel kan zeggen is dat Kelna, zoals jullie het soms wel noemden, fuck, hoe kan ik dit goed zeggen? Ik heb helaas besloten om een einde te maken aan mijn relatie met Nina. Dat heeft eigenlijk één hele duidelijke reden. Ik was eerst van plan om jullie niet te vertellen, maar ik moet het toch doen. Ik heb toch het gevoel alsof ik jullie dat kwijt moet. Ik heb toch het gevoel alsof jullie dat moeten weten, omdat we familie zijn. Ik heb Nina een aantal maanden gegeven om dit op te lossen, maar het is er niet gelukt. Nina kwam laatst naar me toe en ze zei, oké, we moeten even praten, want ik probeer het nou al 6 maanden, maar het lukt me gewoon niet. En toen zei ik, ja, maar wat bedoel je dan? Nou ja, toen zei ze dus, ja, ik vind die paprika's van nog steeds niet tevreden, zei ze. Nou ja. En toen dat hoorde, brak mijn hart. Ik had verwacht dat na 6 maanden dat Nina wel zoiets zou hebben van oké, weet je, een paprikaatje per dag kan op zich wel. Maar nee hoor! Nee! Dat zat er niet in. Als je niet bereid bent om je smaakpapillen aan de kant te zetten voor de liefde, dan heb ik het niet meer nodig. Dus ik heb het uitgemaakt. Hey, fuck this shit. Hey, fuck jou, hey Nina. Nee mensen, ik ben natuurlijk gewoon een oude hoeder nu en ik sta nog steeds onwijs verliefd op elkaar. We hebben nog steeds hier en daar wel eens een keer een knuffeltje. Nou, soms gaat het wel een beetje verder dan een knuffel, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, vandaag is het niet een video waarin ik jullie heel emotioneel ga uitleggen dat Nina en ik niet meer samen zijn. Want dat zou een leugen zijn, want we zijn nog steeds onwijs verliefd op elkaar. Okay. Ik liep laatst over straat, toen kwam een chick naar mij toe die zei, yo, hey, jij bent toch Calvin? Zei ze, yo, is dat een erectie of ben je gewoon blij om het te zien? Zei ik, nee, what the fuck, het is gewoon een paprika. Je weet niks. Deze tijd is er één onderwerp op YouTube wat eigenlijk gewoon het allerbeste aanslaat. En ik ga het jullie eventjes hardop uitleggen, namelijk een sensatie. Drama. Knulbouwen. Als celletjes uit elkaar gaan, dan ga je natuurlijk iets doen. En dat is een video erover maken. Het volledig uitmelken voor je eigen profijt. En ik kan wel zeggen dat de laatste tijd nog wat video's online zijn gekomen waar je denkt, hey, daar ga ik even op klikken. Want volgens mij had ik die ooit verkering en nu is het uit. Oh my god, wat zielig. En begrijp me niet verkeerd, het is fucked up. Weet je, break-ups zijn fucked up. Ik heb ooit een break-up moeten meemaken met mijn tandenborstel. Was heel zwaar. Ik heb al die video's voorbij zien komen op de trendingpagina. Er stonden sommige video's stonden gewoon 2 weken op de trendingpagina. Waarom sta je 2 weken op de trendingpagina? Gebroken hart, vertel het me. Maar ik heb al die video's voorbij zien komen, maar ik heb er nog niet op geklikt. Omdat ik net zoiets had van, ja, weet je, ga ik mijn tijd hier aan verdoen? Nee. Maar vandaag is het dan toch echt zover. Ik ga het even bekijken. Hoogstwaarschijnlijk staan er comments onder om van te smullen. Oh. Mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, ja, dat is zeker een optie. Het enige wat je daar even voor hoeft te doen is te klikken op abonneer. Dankjewel! Dit is een video van Jill en Milan. Ja, hey, yo. Knolbrouwen! Ten eerste, weet je, voordat deze video begint moet ik even zeggen, het is niet lullig bedoeld, maar Jill, gefeliciteerd. Je hebt letterlijk een volle week op de trendingpagina gestaan. Een volle week met deze video. Dat is mijn droom. Dat is de enige reden waarom ik het uit zou maken met Nina. Ja, nee, ik zag dat het goed werkt op YouTube. Is dat nodig? Ja, dan maak ik maar even uit. Kan ik een video over maken? En dan gaan we goed, hey, top. Jill en Milan zijn uit elkaar. Och, wat kut. Het is serieus kut. Mil en Gilan, als jullie kijken, haat me niet. Oké, je mag me wel. Let's fucking watch. Mensen, zijn we klaar om te smullen? We zijn klaar om te smullen, ja. Hoi, en welkom bij een nieuwe video. Ik zit hier samen met Milan en ja. Oké, het staat om even wat comments te bekijken. Oké, ik kan hier niet zo goed naar kijken. Hallo, luister even, pik. Deze video is 12 minuten. Ik heb toch geen 12 minuten. Hey, normaal, joh. Ik begrijp het niet verkeerd. Ik probeer geen onrust te veroorzaken onder bepaalde ex of wat dan ook. Maar ik wil gewoon iets wat normaal gesproken heel negatief is. Namelijk ook break-ups een beetje leuker maken door comments voor te lezen waarvan we allemaal denken, yo, hey, even. Kom op, even.
Ik heb een tijdje niet gekeken naar Jill, maar ze is echt heel erg emo geworden. Het is net uit. Het is letterlijk net uit met je vriend. Je maakt er een video over. Nou, je bent wel emo geworden hoor. Hey, oh. Just Fleur, je hebt ongetwijfeld geen idee hoe het leven in elkaar steekt. Je hebt echt geen idee. Shirley Thijs. Ah, ik ken het. Weet precies. Daar. Boeien zegt knophouden. Knophouden. Shirley Thijs heeft letterlijk knophouden. Nice. Little Lucy zegt Pip. Blijf aan Milan denken, maat. Wat? Dit is een video over twee mensen die hun harten zijn gebroken. En het enige waar jij je druk om maakt is een fucking kat. Zolang die kat maar gewoon vreten krijgt, is als best. Mijn ouders hebben dit al gehad, maar één iemand moet op reis. En dan de... Reis. Letterlijk reis. Een van jullie moet op reis, want dan denk je er niet aan. En dan komt het wel goed. Hey Kara, thanks voor je advies. Ik weet zeker dat Milan en Jill dit lazen en toen dachten... Wow. Ga even een weekje naar de Beekse Bergen, kom terug, is het weer voorbij, oké? Ik zit hier gewoon met tranen in mijn ogen te kijken. Vind jullie zo'n leuk stijl? Maar wat gebeurt, dat gebeurt. Ik vind het heel jammer dat jullie uit elkaar gaan. Ik leef volledig met jullie mee, heel veel geluk voor jullie allebei. En natuurlijk ook dat jullie een nieuwe relatie krijgen en dat jullie gewoon gelukkig blijven. Goed luck. Eindelijk uit elkaar. What? What the fuck? Oh, damn! Ik kan je niet doen. Zo. Jesus. Oh. Het is 9:30 's ochtends. Ik zit letterlijk in mijn onderbroek een video te maken over andermans breakups en ik drink whisky. Oké, ik ga nog even terug naar de comment van Emiel Martens. De persoon die het nog wel lekker vond om even te horen dat ze uit elkaar waren. Oh, hey Emiel, hoe is het nou om een nazi te zijn? Emiel Martens, jij hebt echt geen hart. Mensen, laat dit persoon gewoon een mening hebben. Schenk er niet te veel aandacht aan. Dat is wat hij wil. Dit is echt een kind van 13 die over wil komen als een verstandige vader. Hey jongens, even allemaal dimmen. Dus gewoon, die moeten geen aandacht aan besteden. Het is wel de waarheid trouwens. Knobbouwen! Aan meisje. Jill Beterschap, geef like als je haar ook beterschap wenst. Nou, prima, weet je, lieve comment. Maar er was iemand die was niet eens met deze comment. Iemand las deze comment en die dacht, nee, dat is feitelijk onjuist. Daar moet ik wel een story voor steken. Ze is niet ziek, ze gaan uit elkaar, dan wens je sterkte. How about now, you crazy Dutch bastard? Dus Jill is vrijgezel. Deze man dacht, hé, als niemand het zegt, zeg ik het wel. Hij dacht, yo, hé, Milan, allemaal alle respect. Tirade hier, het is mijn beurt. Hij zit erachter, hé, grapje, hè. Oké. YouTuber Robben, blijf bij elkaar. Ze hebben 12 minuten uitgelegd dat ze een wel overwogen keuze hebben gemaakt om niet meer verder hun levens met elkaar te delen. En het enige wat jij kan zeggen is, yo, hey, blijf bij elkaar dan. Hey Jill, heb je die comment gelezen onder de video? Die zegt iemand dat we gewoon bij elkaar moeten blijven. Oké, top, niks aan de hand. Jill en Milan zijn natuurlijk niet de enigen die uit elkaar zijn gegaan, want ja, dat is een hype. Uit elkaar gaan is een meme. Gewoon een meme geworden. Okay. Er is een ander stel uit elkaar die nog niet zo lang bij elkaar waren als Jill en Milan, maar toch zijn ze wel besproken onderwerp binnen de YouTube community. Het is super sneu en I don't know the fucking details, oké? Ik weet niet precies wat er gebeurd is, maar ik weet wel dat het gaat om Jultje en toch wel naar de knapste hamerhaai van YouTube Nederland. Gio. Knophouden! I'm ready. 17.000 comments. Smullen. Gio, je bent een moneymaker, een harde werker. Die bitch Jultje is een gold digger. Deze kom wel. Nee, nope. Als iemand dat over Nina zou zeggen net nadat het uit was. Confecten dan, jongen. Hè? Jultje is golddigger. Hé, hey, ik heb mijn eigen theorie en jullie gaan er even naar luisteren, mensen. Als Jultje een goede golddigger was geweest, had ze gewoon gewacht tot Gio met haar wou trouwen. Waren ze een soort van samen ding van goederen. Ik weet het niet hoe het werkt. Maar er is een manier waarop je samen kan trouwen, waardoor al je bezittingen van elkaar worden. Dus dat je eigenlijk gewoon één mens wordt. En vervolgens als ze dan uit elkaar gaat, deel je alles. Mensen, hou op met golddigger comments plaatsen. Want als Jultje een beetje goede golddigger was, had ze gewoon Gio om zijn hand gevraagd. Was zo van, joh Gio, laten we lekker trouwen. En volgens, ja sorry, ik ga uit elkaar. Ik neem de helft van je geld mee en de helft van je Range Rover. Oh yeah. Waarom bestaan er zulke mensen? Bedenk eens als dat jou zou gebeuren. Hashtag respect. Waar heb je het over? I don't know what you're talking about. What? Deze persoon heeft letterlijk een comment geplaatst over hoe kunnen mensen zo zijn? Je weet niet eens wie wat heeft gedaan. Gewoon deze hele video is één groot raadsel. Zit jij nou gewoon te janken omdat ik genoeg maagd ben? Of wat? Hey, maagd! Dit is de beste comment die je kan plaatsen gewoon. Ongeacht al het gejank, gewoon even een grapje. Ja, het is allemaal wel sneu wat er met Gio is gebeurd en oh, het voelt... Hey, maagd! Hey. Like als je haar een fucking golddigger vindt. What? Golddigger! Bullshit. Echt fucking bullshit. We komen aan bij de mooiste comment ever. Oh god hé, gaat het?
Dit is denk ik voor het eerst in 8 jaar dat ik eens een comment heb geliked. Ik heb dat nooit gedaan. Voelt fucking goed. Hey yo man bro, luister pik. Vind het kut voor je zo. Je steun je ook in deze moeilijke tijd. Maar weet je, shit happens en je komt er overheen. Als het moet benden voor jou. Maar weet je, je hebt de Range Rover. Ik heb straks Hieltje. XX Ryan. Oh, ha, ha. Oh. Dit was een compliment en een dis in één. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze nogal rare video. Waarin ik eigenlijk gewoon op andermans reacties ging reageren. Want jij, ik weet hoe je. Ik ben een creatief wonder, ben ik. Ik heb een meesterbrein. Hopelijk zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Abonneer eventjes op het kanaaltje van mij. Want ik heb bijna 600.000 abonnees. Shit's going fast, motherfucker. Ik heb nog nooit zo snel abonnees gehad. En jullie zijn onderdeel van deze abonnee-imperium. Dus ik wil jullie heel erg daarvoor bedanken, mensen. Vergeet niet die paprikaatjes te eten. Abonneer even op mijn kanaal. Geniet van het leven. En geef zoveel mogelijk kusjes aan de personen om je heen. Want ja, voor je het weet is het uit. Moet je video maken. Sta je wel 10 dagen op de homepagina. Trending. Hey, ik heb nog steeds geboekt aan.